Ik merkte op een gegeven moment wel inderdaad, als ik over straat liep, veel mensen tegenkwam die ik kende van Instagram alleen, merkte ik inderdaad wel dat ik dan onzekerder werd en dacht, oh, zie ik er nog hetzelfde uit als mijn foto's op Instagram. Er zijn een aantal gezichtsfilters op Instagram die ervoor zorgen dat het lijkt alsof je net cosmetische ingrepen hebt gehad. Dit is een voorbeeld daarvan. Let niet op de frutsels op mijn wang. Maar mijn neus is hier stukken kleiner, mijn lippen zijn veel voller, mijn ogen en mijn wenkbrauw die zijn gelift. Mijn jukbeenderen staan hoger en eigenlijk is mijn hele gezichtsvorm ook veranderd. En hier dan ook weer. De ene filter is wel wat heftiger dan de ander, maar er zijn mensen die deze gezichtskenmerken zo mooi vinden dat ze er in het echt ook zo uit willen zien. En het kan ook tot op zekere hoogte bij cosmetische artsen. Kortom, mensen willen steeds meer gefilterd door het leven. Ik ga mee met Kiki naar kliniek House of Brads, waar ze haar echte lippen transformeert in die van haar gefilterde selfie. En ik spreek influencer Melle van Rooyen over zijn tientallen ingrepen en het streven naar perfectie. En Suhaila, de eigenaresse van de kliniek, vertelt over de invloed van filters op de cosmetische chirurgiewereld. Honestly, these face filters are making me hate my actual face. Of het nou Amerikaanse bekendheden zijn zoals Kendall en Kylie Jenner of mijn eigen vriendinnen, ik zie de hele dag door foto's en video's voorbij komen op Snapchat en Instagram stories met dit soort filters. Maar het blijft niet alleen bij filters, want artsen bedenken keer op keer nieuwe cosmetische chirurgiemethodes die jou echt kunnen transformeren in een filter. Iemand die veel bezig is met plastische en cosmetische chirurgie is influencer Melle van Rooyen. Als je dan zo'n filter op je gezicht ziet, doet dat dan je dan, zorgt het er dan voor dat je nadenkt over misschien eventuele andere ingrepen die je wilt doen? Jij had laatst wel zo'n brouwliftfilter. En toen dacht ik wel, wow, het is wel echt mooi, want ik heb hele dikke wenkbrauwen. En ik dacht, nou, als het iets omhoog staat, maar dat kan ik ook met botox doen. Dus dat doe ik altijd gewoon met botox. Bij mij was het natuurlijk al, ik had een beeld in mijn hoofd, al vanaf echt dat ik 16 was. Ik was heel erg onzeker, dat wel. Ik was echt, altijd wel een gepest jongetje. Om mijn homoseksualiteit, maar ook omdat ik veel te dik was. En ik dacht altijd, ik had een beeld van mezelf, zo wil ik eruit zien. Want hoeveel operaties of ingrepen heb je al gehad? Mijn hele gezicht staat gewoon strak van de fillers en botox. Ik heb een bakkelvet removal laten doen. Ik heb 3 keer liposuctie laten doen. En dan 2 keer mijn billen met dat vet laten vergroten. Ik heb een bakkelvet removal laten doen. Ik heb mijn tanden nu 3 keer laten doen. Alles loopt gewoon op. Want dus natuurlijk heeft mijn arts ook wel eens aan mij gevraagd van, Mel, denk je dat je echt psychisch beter wordt van dit te doen? En dan zeg ik ook gewoon, nee, natuurlijk weet ik dat ik daar niet psychisch beter van word. Want ik weet het. Want ik heb het al eerder gedaan bijvoorbeeld, maar ik wil gewoon een puntje op de i. Ik wil gewoon dat het kleine vinkje gewoon op het eind, gewoon dat het perfect is. En dan zegt hij, oké, prima. Wanneer is het voor jou genoeg? Ben je nu tevreden met hoe je eruit ziet? Ik heb altijd, ook in verschillende programma's heb ik gezegd, een prikje botox is voor mij net zo makkelijk als een pak melk halen. Ik doe het voor mezelf. En daarom zou ik mezelf niet beloven nu van, nu mag je nooit meer een ingreep doen. Dat zou ik nooit doen. Ik ben nu onderweg naar kliniek House of Brads. Zij hanteren namelijk een bepaalde methode voor de lipfillers, waardoor je lippen echt op die van de Instagram filters gaan lijken. En ik heb vandaag een afspraak met Kiki. Zij gaat namelijk haar lippen doen en ik mag meekijken. Ik denk dat de Instagram filters zijn gebaseerd op zeg maar ingrepen wat bekende mensen doen, zoals Kylie Jenner en al die bekende mensen, en dan wil je dat natuurlijk ook. En dan die filters laten jou dat gevoel geven en dat jij er ook zo uit kan zien. Ik werkte op een gegeven moment wel inderdaad als ik over straat liep en ik bijvoorbeeld echt een slechte dag had waardoor ik niet goed in mijn vel zat en ik in Amsterdam liep waar ik dichtbij woon en veel mensen tegenkwam die ik kende van Instagram alleen, merkte ik inderdaad wel dat ik dan onzekerder werd en dacht, oh, zie ik er nog hetzelfde uit als mijn foto's op Instagram. Dus in die zin effecten het me wel gewoon in mijn dagelijks leven. Want vandaag zijn we hier natuurlijk omdat jij lipfillers wil gaan nemen. Ja. Kan je wat meer vertellen over jouw reden om fillers te nemen in combinatie met de filters die je gebruikte? Ja, natuurlijk is het nu ook gewoon een trend. Heel veel meisjes op Instagram hebben het eigenlijk al, of ze het nou zeggen of niet. Ja, die filters waren voor mij meer van, dan kon ik zien hoe het eruit zou zien. Ik weet dat het niet zo heftig zou zijn, maar het geeft je gewoon een beeld van hoe het eruit zou zien. Dan doe je zo, doe ik meestal. En dan
Dat is je gezichtsvorm? Wat je ja, het maakt je gezicht wat smaller. Ik heb nogal een rond hoofd, dus dan voel ik me daar wat zekerder over als ik dat doe. Zijn er meer mensen in jouw omgeving die door invloed van filters op social media uiteindelijk hebben besloten om een ingreep te gaan doen? Ja, mijn zusje dus wel. En ik heb een vriendin die gaat volgende week het laten doen. En niet door de filters, dat niet. Maar wel omdat ze het mooi vonden staan. Maar misschien... Maar mooi vonden staan omdat ze het hebben gezien op de filters. Ja, het is denk ik wel... Misschien zou je het eerst niet doen omdat je niet weet hoe het eruit ziet. Het helpt wel om te zien van dat het er ook echt mooi uit zou zien. En niet dat het er heel erg raar uit zou zien. Vind je het spannend? Blijven ademen tijdens de behandeling. Niet je adem inhouden. Op welke gebieden hebben volgens jou social media filters effect op de beauty en cosmetische chirurgie wereld? Ik denk dat het wel een rol speelt. Want voorheen had je natuurlijk mensen die dan mooie foto's zien op Instagram. En daardoor geïnspireerd raken of zoiets hebben van oh, dat zou ik ook wel mooi vinden. En nu heb je natuurlijk ook heel veel filters, waardoor je dus eigenlijk je gezicht mooi kan contouren of een mooie effe huid kan creëren. Dus ik denk als je dat bij jezelf ziet, dat de drempel wel iets lager wordt. En dat je er dan misschien wel sneller over nadenkt, inderdaad. En soms hebben we wel mensen in de stoel die zelf een heel ander beeld over zichzelf hebben. En dan gaan we ook zeker met de klant in gesprek en besluiten wij uiteindelijk ook om dan niet te behandelen. Dus dat is ook wel onderdeel van het werk van de arts hier. Dus het is niet alleen maar injecteren, maar je gaat ook met de klant in gesprek. Zoiets merk je heel snel. Goed gedaan hoor. En, ben je tevreden met het eindresultaat? Ja, ik ben er echt heel erg blij mee. Ja? Ja. En lijkt je nu ook meer op je gefilterde selfie? Ja, dat eigenlijk wel. Nieuwsgierig geworden? Check dan de podcast van Alicante voor het hele verhaal. En wil je zelf een verhaal met ons delen? Stuur dan een bericht naar NPO Radio 1 op social media of mail ons naar alicante@radio1.nl.